何があっても絶対私のことを好きにならないって。無理っす。で、悪ぶらなくていいんですよ、ハンガ君。ほらほら、ハングちゃんも噛まずに飲み込んだら目よ。大きに、ハングの旦那、ここを上げてな、ハング。いいよ、いいよ、お前。ハング君、落ち着いて。ハング、男だったらやってみせろ。君がハング君か。僕には夢があります。その夢を叶えるね。でもそのままに必要なの。旅のお方、さぞかしお疲れでしょう。ちょうどカモミールティーを入れたところです。よろしければどうぞご一緒に。Hey, dit is de Plexiter. Ja, het lijkt alsof ik hem eerder heb gezien. Dat is bijna elke wereld in Hyperdimension Neptunia. Het is ongeveer hier eerder zijn geweest. Koko wa doko da? Ore tachi wa yoke mae no kabare sabaku ni ita. Sore nano ni koko wa... Koko wa... Soyuru Sōken? Ittai dōshite? Dat is een goede vraag, dat zeg je. Ja, natuurlijk, de fucking kanon kwam hier. Tiara wa doko da? Tiara wa sakazo? Saki wa kizetsu shite ta dake de... Er zat toch wel een zwaard door haar heen? Dus mensen kunnen nog steeds overleven, het is niet zo erg. We hebben magie. Dat is wat Feng waarschijnlijk ook denkt. Hij is in denial. Tiara was sindeta. Fensa de ma. Sinde ik kaire koto wa nai yo. Eigenlijk. Zo, nu zit het voor niet van alles. Interessant. Oh, kijk, het is niet precies dezelfde plek. Kijk, er zit een draak daar nu. Lol. Zo, we zijn nu gewoon paranoïde van alles wat er kan gebeuren. Ja. We hebben geen idee wat er kan gebeuren nu. Zoals wie weet, misschien. Waarom zijn we hier? Wie weet, misschien heeft die draak wel bommen in zijn lichaam geplant. Ah, dus we hadden even tellen uit de weg gedaan. Dan gaan ze alle Akbar schreeuwen, niet soms. Misschien. Hij wist te zeggen dat het niks te maken heeft met het eerste, zodat we zeker weten dat we uit elkaar kunnen houden. Ja, toch. Dus, ik hoop niet dat je wat items hebt gemist of zoiets in de voordat we hier kwamen. Een belangrijke sidequest bent vergeten. Ja, ik hoop dat je dat niet hebt gedaan. Ik hoop dat je alles wel goed hebt gedaan. Ik hoop dat je alle puurs hebt verzameld voordat je hier kwam. De sidequest. Ik hoop het voor je. Ik hoop het, Vergaat jij dat die eerste keer? Niet echt, nee. Wat, had je een guide aan bij je eerste keer? Ik had geen guide, ik deed gewoon alles zo snel als ik kon, weet je wel. Maar dan heb je nooit busy met het spel als je alles zo snel doet. Nee, maar kijk, ik doe sidequest gelijk wanneer ik ze kan doen, weet je wel. I guess. Maar dan word je even overleveld. Niet echt, je wordt niet zo snel overleveld in dit spel, maar je wordt ook nooit zo snel onderleveld. Alleen tenzij je hard mode doet. Wat je ook doet, je bent al onderleveld of iets zoals. Oh, je wordt op een gegeven moment overleveld alleen maar omdat... Dat is een domme reden later, maar dat zullen we zien later. Daar praat ik over wanneer daar zijn. Dat is een fucking thing. Hé, het is grappig dat je dat zegt, Feng. Heel grappig. Ik kan Feng zeggen, want hij, Feng is een... Hoe zou je dat zeggen in het Japans? Nee, dat is Feng U. Feng U. Oké, Feng U. Het is grappig dat je zei, Feng U. Hé, is de Fury alweer? Hoe kan dat nou? Ik dacht dat we de Fury al hadden gepakt. Huh? Tiara? Ik heb een tip. Kan iemand een opening persje maken met de ReZero 2 opening? Dat zou geweldig zijn. Ik weet wel wat precies met deze zijde. Ja. Dit spel doet nu een ReZero. Ik denk dat iedereen het nu al begrijpt, maar we zitten toch in het verleden. Een soort van. Je weet misschien niet. Misschien heeft hij haar toch overleefd.
Misschien is het gewoon een ander sensor toevallig daar. Kijk hoe ze praat. Ze doet alsof ze nooit hebben gezien. Ze heeft geen geheugen van ons. Leugens. En ze doet als een stalker. Het is net als de Scandal Arc in Gintama. Ze zijn gewoon met haar zo aan het spelen. Ja, we zijn terug in het verleden. Ja. Date ReZero en Fairy Fantasy F of Date Fairy Fantasy F ReZero? Wel, Fairy Fantasy F kwam uit in 2013, dus ik weet niet wanneer de novel uitkwam. Het zou wel leuk zijn als we vol ReZero zouden zijn gegaan en dat we vaker dood zouden gaan. Dat we dan een beetje terug aan de tijd gaan om dingen perfect te doen, maar dat is mijn mening. Zodat ze, ik bedoel, als we toch ReZero gaan doen, dan vol ReZero alsjeblieft. Het fijn moet vaker dood gaan. Het is niet leuk om zonder hem vaker dood te gaan. Nou, zo bedoel ik het ook weer niet. Ja, wachten voor volgende sessie. Nou, tenminste is het netjes genoeg om ons een goede dag te wensen. Ook zijn we stalkers. Alright. Misschien kunnen ze goede vrienden worden met een of andere gorilla. Ik vraag me of we in het verleden zijn. Nee, dat kan niet. Wat is het met karakters in videogames en anime waardoor ze heel lang erover doen om te realiseren wat er is gebeurd? Ik heb eigenlijk geen enkel idee. Like, iemand zou zeggen dat, ja, maar kijk, als het bij jou zou gebeuren, zou je toch ook heel veel in de war raken, wat opeens gebeurd is. Maar ik heb zoveel games en anime gespeeld en gezien dat ja, op een gegeven moment denk ik van, dat is net als mijn videogame, whatever. En dan zit je juist meer in shock. Dit is net als mijn videogames. Ik weet niet wat ik moet doen. Dit is net als een van je patiënten mee. Dat betekent dat ik goed in me moet hebben gerevived. Waar is mijn godin? Wel, alles is hetzelfde. Nou, Eren heeft het al weten wat er gebeurt volgens mij, maar wij niet. Nou, één ding is wel anders. Er zijn andere monsters hier en de monsters zijn sterker geworden voor geen reden. En iedereen is op dezelfde level. Iedereen is op dezelfde, nou soort van, niet op dezelfde level. Sommigen zijn op een hogere level wanneer je tegenkomt. Maar wij in Tiara zijn nu op dezelfde level als op de laatste waren. Cool. En de items zijn ook gerespawned en zo zijn de furries. Want blijkbaar, als we, want het zou een paradox zijn als we hier kwamen met al onze furries, weet je wel. Dus er zijn nu een furries in het verleden nu. Cool. Maar de zouden zijn nog steeds uitgetrokken of niet soms? Nee. Hé? Huh. Eigenlijk volgens mij wel. Ja, wel, ze zijn wel uitgetrokken, want onze weet, we zijn nog niet bij de plekken. Huh, dit is de scène. Hadden we dit eerder gezien? Ja, dit was deze scène hadden we, dit was ook in het verleden. Dit is echt een Bayern movie grap. Ik moet wel, like, een stereotypische karakter en dan zegt er één iemand van dat je een stereotypische karakter is. Maar het is een Bayern movie grap, laat het eerlijk zijn hier. Ja toch. Oké, Bardolf kwam terug, dat was hilarisch. dat was zo grappig. En het was grappig is dat iedereen, dat wij ook dezelfde reactie waren, waarop iedereen die aan het uitlachen was, die zo erg aan het schreeuwen was of dat het een president bent. Dat was grappig. Ja toch. De sound was geweldig. Frank verandert zijn lijn niet, ook al is het het verleden. Dat is best wel raar. Ze hebben gewoon geknipt en geplakt. Dat is wat ze letterlijk hebben gedaan. Wacht, dat zei ze ook in de eerste vers? Nee, dat niet. Ze hebben alleen de eerste, ze hebben alleen de 3D-scène gecopy-paste. Ah. Ja, dus de furries zijn wel anders. Het komt waarschijnlijk omdat we een paradox hebben gecreëerd door onze furries mee te nemen. Hmm. Dat is wel interessant. Het is net alsof dat Trunks in Goku's toekomst kwam, weet je nog, want de tijden gingen anders. Opeens werden de Entered sterker en shit. Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat het hetzelfde is. Dat is waar. Goed bezig, Fang. Oh ja, en Fang gaat dus proberen beter zich te gedragen, alleen dat maakt alles alleen maar erger. Ah, klassiek. Grappig genoeg. Hey, serieus, gaan we echt. Ze zijn al een beetje dicht bij de Zero. Oh ja. Ik denk dat het een beetje Friseel-achtige ding waarschijnlijk Apollonius wordt later, maar. We zien het later wel. Ja. Natuurlijk. Deze gast is nog steeds sterker geworden. Jesse heeft natuurlijk hem gewoon overkilled. Well, ja, ik bedoel, hij heeft
ik bedoel, je kan niet stereotypes backgroundkrappen zijn. Fuck stereotypes backgroundkrappers. Alright. Ik ben racistisch tegen backgroundkrappers. Wist je dat het een ras was? Het is wel een ras. Nu heb ik heb nu gezegd dat het een ras is, dus nu is het een ras. Ja, Thea gaat ons een tijdje niet vertrouwen. Ik ben niet verrast. Ja, ja, Vulnerbom, nou, dan weer. Ik zou dat sarcastisch zeggen, maar ze is wel doodgegaan. Dus Wel, ik denk niet dat ze dat echt konden tegenhouden, een grote groep mensen. En nu ben je ook al een misogynist. Jezus. Fucking misogynist, Wingert! Dus het is beide een tsunami en een masochist. twee dingen die je niet zou kunnen mixen. Dus niet alleen gaan we terug in de tijd, maar we moeten ook tegen Pettigrews weer vechten. Like, laten we dit, let's dit sink in voor een minuut hier. Yep. Maar dat is interessant. Kom op, Fijn. Het is toch niet zo erg moeilijk om te begrijpen. Dit is het verleden. We hebben tijd gereisd, ook zij de godin. Ik dacht dat. Welke spoiler trouwens? Het is niet echt zo'n grote spoiler. Het is toch wel obvious of niet soms? Ja, het was obvious. Ze leggen wel uit hoe dat kwam. Dat was Aaron zeker. Deze part. Maar kom op, we wisten het al. Weet je, Veen, je maakt het alles beter dan allemaal te zeggen. Het wordt alleen maar duidelijk dat je stalker bent. Zullen we tegen je zeggen welke klon ook goed ze heeft? Ja, daar ga je me repen. Was er maar een blond hagen man die me niet zou repen om mij te verdedigen. Dat is een paar parsley later, Jesse. Weet je, ik kan zien dat Veen het eigenlijk wel wat kan schelen over haar, hè? Oh, mijn OTP. Met veel OTP's in dit spel. Dat hangt er vanaf welke einde je wilt nemen. Ik doe beide eindes. Voor deze route. Trouwens, is er een Sherman X-fan OTP? Ja! Ja, die is er! Laat je die zien, alsjeblieft. Ik laat hem in de... Hij zit in de Velgaard route, dus dat moet ik dan opnemen later. Yes! Dat ik wel zien. Ik laat elke einde behalve de normale einde zien, geen zorgen. Yes! Gelukkig is Eren niet zo dom. Ze is niet een hoofdkarakter. Ah, ja, dat zou het uit moeten leggen. Ze is geen hoofdkarakter, ze is niet dom. Oh. Ik had hier aan moeten nadenken. Dus, we mochten een wens doen omdat we natuurlijk de godin hebben ontwaken en... Ja, dit is wat hij wenste dus. Diep van binnen. Cool. Alleen, niemand kan echt terug op leven komen, dus we moeten terug in de tijd gaan. Nou, waarom heeft de godin ons niet terug in de tijd gedaan voordat Tiara dood is gegaan? Maar nee, gewoon ons terug in de tijd hebben gedaan tot waar, toen we haar hadden ontmoet. Gewoon... Ze was te arrogant. Dan alweer. Nu kunnen onze fouten beter verbeteren. Welke fouten? Zou ik denken dat het maar meer fouten maakt? Oh, maak je echt meer fouten, maar het maakt het alleen maar moeilijker om die fouten op te lossen. Wel. Zo, de godin werd wakker, toch? Ja. En maakte zijn wens waar. Ja. En ging weer terug in slaap. Wel, dat komt omdat we terug in de tijd zijn gegaan, dus ja, dan ging ze weer terug in slaap, technisch gezien. Als dit er geen multiverse-theorie is, man, heeft zij het ook al verneukt. Wel, er is waarschijnlijk een multiverse-theorie als we erover nadenken, want er zijn verschillende routes.
I guess. En net als bij de Trunks, toen Trunks naar Goku's tijd ging, is de tijd nu een beetje veranderd. Nee, dat is echt. Dus wanneer gaan we tegen Zamasu vechten? Weet ik nog. Wie was het trouwens? Ik zou nog meer Het enige verschil tussen Super Ruin en Feng is dat Feng eigenlijk wel eigenlijk alles kan vertellen wat hij maar wil, alleen hij doet het niet! Oh wacht, hij vertelt het wel, alleen ze gelooft het niet. Well, fuck it on. Hij vertelt het niet tegen iemand anders bij de wel, alleen maar tegen Tiara. Maar als zij hem niet gelooft, wie zou anders dan nog geloven? Wel, ik weet het niet hoor. Weet je wel, eigenlijk is Tiara de meest sceptisch op iets, soms weet je nog, toen Galde kwam en zij was de enige die wel zei van, ah, maar ja, het moet slecht zijn. Ja. Het is gewoon dat je stalker bent. Om wereldvrede te hebben. Logisch. Nou, het is logisch, maar nog steeds dammit niet Tiara. Ja, dus Fangs ogen zijn wel bloodshot. Hij wil iemand vermoorden. Blijkbaar. We kunnen het niet goed zien, maar dat is wat ze zeggen niet. Zo is het de stress dat hij nu heeft. Ja. Het is leuk om iemand zo relaxed te zien dat ze uiteindelijk wel gestrest worden door iets. Dat ze eigenlijk een reden hebben om te bestaan of zoiets. Wat heb ik. Ja, we ontmoeten de best girl. Wie? Best girl. Sorry, ik weet niet wie dat is. Alsof we terug in tijd zijn gegaan, Jesse. Oh, je hebt gelijk. Wij hebben onze geheugen verloren. Wie is dat nou ook alweer? We zijn in de Castle of Liberty. Oh nee, nog niet. Nog niet. Nee, je moet eerst weer andere spellen doen. Ja. Drie als eerste. Heel veel dagen bij twee. Heel veel jaren bij twee dagen. Fuck it, weet je wat ik bedoel. De Roxas spel. Roxas achtergrond wel, ja. En ik film de cutscenes alleen omdat de PlayStation 3 versie de cutscenes heeft, maar niet het spel zelf. Volgens mij heeft ook de PlayStation... Oh, godverdomme, Feng. Je gierige klootzak. Ik vind het een geweldig idee, maar je bent nog steeds een gierige klootzak. Misschien kan je de loterij verpassen. Holy shit. Feng denkt dat het echt een Nederlander volgens mij. Dat is zo één ding. Nee, dat doen denken vele mensen aan als ze terug in tijd kunnen reizen. Dat is waar. Wat echt een Nederlander doet wanneer ze terug in tijd gaan, is kijken waarom de stroomding pakket zo hoog is en het dan juist probeert te verminderen in het verleden. Ja, nee, kill. Oh, ik denk dat we de best kill hebben gevonden. Het is Zetsel, yay! Ze leeft toch? Ze leeft weer, want ze heeft terug in het leven. Yep. En als het begin de tijd zijn gereisd is het totaal wat anders gebeurd waardoor ze iets anders draagt. Geweldig. Hmm. Nee, kijk, dit keer ga ik fouten oplossen. Dit keer ga ik het goed doen. Nee, kijk, dit keer is Golden niet bij ons. Ja. Dit keer hebben we niet een idioot die iedereen vermoord die ik niet wil dat hij vermoord. Nu maak je het nog enger. Interessant. Damn it, Feng! Zie je wat ik bedoel? Nanda
Dit is mijn favoriete scène volgens mij van dit spel. Wat was het een grappig gezegd. Try not to look at him. Hij gaat nog steeds door. Oh wat fun. Deze scène was geweldig. Ik hou ervan. Like. Dus ze draagt nu andere kleren. Ze draagt nu een konijnkostuum. Interessant. Waarom niet Neko-kleding? Je weet als je mee aan het gaan dat krijgen ze dat aan doet. Beide werkt. Yes. Misschien is het een soort metafoor om te laten. Welkom, what are you looking for today? What did I say last time? Oh, did you sell anything I can use to make collecting furries easier? Please come back again soon! the same response, Vickers. Ik wil gewoon iets anders zeggen. Huh? What a strange customer. Wat zou Feng zeggen als hij wil... Wat zou jij zeggen als je hier binnenkomt en je wilt een andere reactie? Dit is iets te koop. Dat is een heel simpel vraag. Hey, verkoop je dildo's? Want ik heb er eentje voor jou. Doe maar open die broek. Nee, niet die broek. Ik bedoel degene. Ik heb een broek in mijn tas en ja, daar zit het. Oké. Nou, als we een andere route hadden genomen, zou Tiara nu ook andere kleding dragen. Feng ook, maar we hebben de Godin route genomen. Is dat de shirtloze Feng kostuum of kleding? Nee. Die van Feng is meer een recaller. Tiara heeft er meer een... ik weet niet hoe ik het zou noemen. Nou, we zien het wel als tas. De andere route is het ook veranderd, weet je. Ja. Even, we hebben meer quest om te doen. Yay! Ja, boy. Ik hoop dat je geen quest hebt gemist. Hey, er is iets hier mis. Wat? Ik herinner me niet dat je die quest eerder had gedaan. Ik doe ze... Kijk, sommige heb ik al items, hè. Daar heb ik de items ervan alvast. Hoe zou ik het accepteren? Dus dan is het al lijkt gekleerd. Ik weet, maar kijk, je hebt die quest toen gedaan, toch? Ja. Maar ging terug in de tijd, dus die quest moet weer openstaan. Ga je kop, Ennis. Tenminste, als dat logisch zou zijn. Kijk, het zijn andere quests, want we hebben die quests al gedaan in een andere tijd. Dus daarvoor is het nu andere quests in deze tijd, want alles is moeilijker geworden, moet sterker zijn geworden. Ja, dat wel. Oh, I've never seen you before. Wanna have a drink with me and shoot the breeze? Shoot the breeze, Sorry, I don't drink. Huh, you're surprisingly stubborn. The perfect time to cut loose is when you're young, Quumble Quumble. I would rather cut loose in my own way, so don't worry about it. Als Feng in vol Nederlands zou worden gegaan, dan zou ik Piet nu roken. Huh? I feel like I've seen you before. Of I've met you before. What could it be? Are there other people besides us that still have their memories? Sorry, this is niet de Vow God route. Ah, I got it. You look just like my father's brother's nephew's cousin's former roommate. Well, that's just a coincidence. Dat heb ik niet eerder gehoord of zo. Jesus Christ. Ah ja, je gaat hier natuurlijk vertellen over de dungeon, maar het is compleet waardeloze informatie. Vooral op dit punt van het spel. Yo kid, you're not from around here. Where'd you come from? Places. Places, huh? Like that mountain over there. Actually, it looks like more like a plateau. What's the deal? You got a Misha or something? Nah, I think everyone in this town has that old man. Huh? What are you talking about? Say some strange things, kid. Weet je, Feng is 22 jaar in dit verhaal dit keer. Of was dat 20 jaar? Wat heb ik? Are you a traveler? Yeah, pretty much. You're so lucky. I wish I could travel and visit places too. You mean like that mountain over there? Well, yeah, that looks actually more like a plateau.
Hey mister, have I seen you before? Are you flirting with me? I'm way too old for you, kid. I know. I remember you're the hair model at the barbershop. The one with the silly hairstyle. Silly hairstyle? That definitely wasn't me. Silly hairstyle, dat is elke hoofdkarakter's haarstijl. Wil jij niet ook zo'n hoofdkarakter's haarstijl hebben, Ennis? Kom op, het ziet er interessant uit. Gaat weer zijn. Het is een heel makkelijk ding om de hoofdkarakter te vinden. Man, ik hou van die foto's, van die memes. Yes, that main character. Ik vraag me af wie de hoofdkarakter is. Dat is vast niet deze rode harige gast. Nee. Kom op nou, en dat zou eerlijk zijn. Hier. Dat kan het nooit zijn. Alright. Wow, when I look at your eyes up close, they're really wet and bloodshot. Yeah, it must be really important to you. Gaat Fengu en Tsunade zijn? I wasn't crying. Nothing can make me cry. Stop trying to make the others think I'm soft. Baka! I never said anything about crying. You feel that all on your own. Oh, fuck is soon. Oh my, just barging into my room, are we? Stalkers are awfully scary. You're still calling me that. You need to let that go already. A lady must take all necessary precautions against the many dangers awaiting her. Especially a lady as lovely as myself. Well, that is self-verzekerd. Yeah. Zo, nou, natuurlijk moet ze eerst het zwaarder eruit trekken. Gaat ze nu ook over de hele God Revival praten? Nee. We hebben dat waarschijnlijk gefast forward. Ja. Dus, welke zullen we eruit trekken, Ennis? Ik heb meer interesse in wat er gaat gebeuren als je het eruit trekt. De grote zwaard? Nee, nou, als je bij de grote ding trek je alles uit in strip. In je strip daar. Wat gebeurt er als je bij hem dan alles uittrekt? Ah, oh, dat wil jij niet weten. Oh god. Dat zullen we eigenlijk zien in de Valgatro route. Als ik het heb opgenomen. Nee, ik heb die opgenomen. Wel, dan zien we het in de derde route. Op een dag. Want dat is waar ik ze allemaal eruit moet trekken. Van alle kanten? Ja, dat is ook de grote zwaard. Ah, wel. Nou, ze zien eruit als een dark type. Dus je zou denken dat licht heel goed op zou werken. Maar Sherman is hier niet. Thank god. Fuck you, Sherman. Oh, Maelstrom. Wat vind jij van deze baasteam eigenlijk? Vind ik wel leuk. Nee, het geeft je een gevoel van gevaar. Ja. Alleen ik vind persoonlijk de Unbreakable King muziek beter. Je weet wel, de baasteam wat speelt erin tegen Etelweg, tegen Apollodius. Tegen elke andere baas. Tegen baas die eigenlijk belangrijk zijn. Maar behalve, wat was zijn naam? Marianne? Nou, die heeft een eigen team. Dat is wel leuk. Ja. Ronde heeft ook zijn eigen team. Destructo Disc! What the fuck? Man, ik moet eens een keertje Final Fantasy 2 uit te spelen. Ik mag Pokémon Sun Moon en ik moet toch Kingdom Hearts uitspelen. Like, niet gewoon omdat ik het dan kan opnemen nadat jij 1 hebt gedaan. Oh, wat zou ik 1 doen? Jij ging 1 doen, toch? Ja, ik ging 1 doen, wanneer zou ik het doen? Wanneer jij het zin in hebt. Je gaat toch steeds Final Fantasy 2 doen. Ja, ze gaan dus wel zeuren wanneer de Valgods zwaard eruit trekt. Grappig genoeg zijn alle zwaarden wel nog steeds eruit gegaan. Lijkt het is niet alsof alle. Ja, alle zwaarden zijn nog steeds eruit. Ze zijn niet terug ingegaan of zoiets. Van de gode. Ja. Ja, ik zag het. Dus er zijn nog steeds delen van denkbaar van een panzer. Is dat spans of is het meer een fossiel? Als je erover nadenkt. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, we weten al waar we naartoe gaan voor de volgende keer. Dat is het hele part. Ja, dat is het hele part. Zou ik wel nog wat zeggen of gaan we gewoon hier stoppen en we zullen... Ja.